Wat's up, dames en heren, goedemorgen. Het is weer matchday. En eindelijk de wedstrijd waar we naartoe hebben geleefd. Ajax tegen AS Roma. En ik kom er nu pas achter dat FIFA gewoon geen officiële AS Roma dingen heeft. Geen echt logo, geen echt shirt. Weird, wist ik helemaal niet. We moeten heel even gaan puzzelen. Stekelenburg, ik ga er heel even stiekem vanuit dat hij er gewoon bij is vandaag. Heeft meegetraind, werd daar getest. Ik ga er stiekem maar vanuit dat hij erbij is. En op rechtsback speelt Rensch. En dan rechts centraal in de verdediging speelt Timber, Martinez, Tagliafico. Dan op deze plek van Gravenberg, daar gaat Alvarez spelen. Blind is er uiteraard niet bij. Zwaar geblesseerd, seizoen zit erop. Dus die gaan we niet meer zien. Zet ik nog wel heel even scherper op de bank. Schuurs lijkt een lichte blessure te hebben. Zal er ook niet bij zijn. Aller is er uiteraard niet bij, omdat hij niet is ingeschreven voor deze wedstrijd. En zetten we Anthony op rechts. Neres op links. Tadic dus in de spits. En Aller, die wisselen we met... Even kijken. Labiat. Ekkelenkamp. We doen het met Ekkelenkamp. Dan is dit de opstelling voor vanavond. Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberg, Klaassen, Anthony, Neres en Tadic. Ik heb hem weer op Legendary Difficulty gezet. We gaan zien wat ik ervan ga bakken. Ik hoop dat het goed gaat komen vandaag. Ik moest heel erg vroeg opstaan vanochtend. Want ik moet straks naar werk en we gaan op een kleine roadtrip voor GameKings. Heel erg veel zin in. Dus ik ben er even een Ajax-shirt aan. Ik hoop niet dat dit een jinx is. Je weet, ik doe de meeste voorspelling op de wedstrijddag zelf. Dus ik wilde niet deze video gisteravond opnemen. Weet je, don't jinx it, man. Wat ik zeg, ik blijf erbij. We gaan de Europa League winnen. We gaan dit seizoen gewoon de Europa League winnen. Het zal het afscheid zijn van Erik ten Hag. Maakt niet uit. Het is wat het is. Je moet je ambities gaan waarmaken natuurlijk. Maar doe dat met de Europa League. In je rugtasje. Gaan we gewoon gelijk snel door. Ajax speelde niet goed tegen SC Heerenveen. Ik weet niet zo goed wat er daar misging. Ten Hag was natuurlijk ook een beetje aan het experimenteren qua opstelling. Althans, hij had een aantal keuzes gemaakt die ik niet had voorzien. Dat hoeft niet per se iets te zeggen natuurlijk. Goede bal hier op Neres. Maar ze waren niet de goede doen. Oh, deze moet er zitten. Ze waren niet de goede doen. Desalniettemin wel 24 wedstrijden op rij inmiddels ongeslagen. Hetzelfde kunnen we niet zeggen voor AS Roma. AS Roma heeft een moeilijk seizoen. Staat op de zevende plek in de Serie. Coach staat ook onder hevige druk. Dit zou zomaar eens, weet je, en we zitten al laat in de competitie natuurlijk. Dit zou zomaar eens de next slag voor hem kunnen zijn. Wanneer Ajax over AS Roma heen zal walsen. Niet dat ik daar automatisch van uitga. Maar hey, je moet het niet uitsluiten. Wat ik zeg, de ploeg is niet een goede doen. Klassen. En mist ook echt een heleboel bepalende spelers. Zoals Zeko is er niet bij. Mkhitaryan is er niet bij. El Shaarawy is er niet bij. Rick Karsdorp is er niet bij. Niet dat Rick Karsdorp dan gelijk zo dragende speler is. Maar speelde wel weer. Was natuurlijk een lange tijd naar de bank ook... verwezen. Dat is inmiddels verleden tijd. En ik ben hier heel erg slecht aan het verdedigen. Ik weet niet wat ik hier aan het doen was. Maar nu moet ik hem gewoon voor me houden. Want anders gaat het helemaal mis. En even de rust bewaren met Gravenberg. Ja. Het is toch net iets te weinig beweging. Het is moeilijk daarom om de ruimte te vinden. Dit is buitenspel. Ja, helaas. Oh, nee. Daar hebben we wel mazzel. Want dat was gewoon niet goed gespeeld. Anthony gaat buitenom. Slingert hem voor, maar het is echt een waardeloos voorzet. Maar Ajax dus een goede doen. En natuurlijk moet Erik ten Hag puzzelen. Maar als er één ding duidelijk was de afgelopen weken, en zo niet maanden, is dat hij altijd aan het puzzelen is geweest.
En niet omdat hij de juiste opstelling niet heeft gevonden. Maar voornamelijk omdat we zo ontzettend veel keuze hebben. We hebben echt een brede selectie. Waarbij we niet automatisch echt direct zwakker worden wanneer we mensen vanuit de bank in de basis moeten zetten. Dus dat is goed om te zien. And firing it into the area. And there it is. 1-0. Een corner goal, hè. En echt door Dzeko. Hij zit er niet bij. We worden genaaid hier, jongens. We worden genaaid hier. EA die houdt daar normaliter houdt die daar rekening mee. Maar ik zag ook Mkhitaryan alweer. Oké, dat is balen. Corner goals, ja. Het is moeilijk verdedigen. Zeker tegen iemand van de postuur van Dzeko. Oké. Ik weet niet of we deze mogen tellen voor vanavond. Laten we even kijken of we wel even terug in de wedstrijd kunnen komen. Weet je, we hebben een grote kans al gehad. Die had er absoluut in gemogen. Ingemoeten zelfs. Maar dat betekent dat we ook nog een keertje in zo'n positie kunnen komen. En dan moeten we wel ijskoud zijn. Timmer komt indribbelen. Krijgt alle ruimte. Ja, weer buitenspel. Ja, ik was veel te laat met die bal. Nou, het helpt ook niet dat hij echt heel slecht gespeeld was. En dan zoeken we gelijk de andere kant bij Neres. Terwijl Figo eroverheen. En die wordt gewoon voorbijgelopen alsof het niks is. Nou, kijken of we wat schade kunnen doen. We mikken op Alvarez. Nee. Nou, het is hier veel te druk. Dit gaat hem niet worden. Hoe doen we dit? Moving the ball nicely, trying to carve out the equalizer. And the cross not quite imaginative enough. Ja, nee. The visitors are struggling. Roma heeft het onder controle. Laat zich niet gek maken. Ja, en dat is dan toch vervelend, hè? Wanneer er zo'n corner is geweest, dan staat de 16 natuurlijk helemaal vol. En ik kom daar gewoon niet doorheen. Hey! Corner weggeven weer. Weet hoe gevaarlijk die kunnen zijn. Karsdorp alsnog erbij. Nou, EA is... Oh. Ik dacht dat dat de corner was. Wij blokten hem toch? Nou, EA is in ieder geval niet up-to-date wat betreft blessures en schorsingen en noem het allemaal maar op. Schorsing is duidelijk natuurlijk. Dat zit er sowieso niet in. Die weten niet dat dit een Europa League wedstrijd is. Nou, kom op. Had ik gelijk moeten schieten. In plaats van nog even wat metertjes proberen te smokkelen. Zonde. En daar gaat Karsdorp weer. Nee, kom op. Hou hem voor je. Nog een counter vlak voor rust. Now, what can they do from here? En nu voorslingeren. And space for the cross. Ach. Well, dat gaat er wel niet eens aan, joh. Slappe hap allemaal. Gooi hem weer richting Alvarez. Moet hij hier bij Gravenberg. Kijk, en dan staat toch weer die 16 te vol. Dus ja, ik kan hem wel erin slingeren, maar dat heeft echt... Geen enkele zin. En dit is gewoon echt compleet verkeerde bal. Doodzonde, rust. 0-1 dus. Golden Dzeko vanuit de corner. Balen. Was totaal niet nodig geweest. Komt een beetje uit de lucht vallen. Waren niet heel erg sterk. Krijgen toch kleine kantjes. Ajax had sowieso de kansen moeten afmaken. Helaas. Villar. Ik denk dat we aanvallender moeten gaan spelen, want excellent use of the ball as they make their way forward. Dit is echt dramatisch, man. It did look on for them, but not to be. Frustrerend.
Wanneer je geen vuist weet te maken. Ach. Het is zo makkelijk allemaal. Van die slappe ballen ook. Weet je, die bal had gewoon makkelijk gekund. Maar niet als je hem met 3 km/u inpaast natuurlijk. En zij blijven maar die balletjes strooien over de verdediging. Die zijn behoorlijk effectief. Want ze komen elke keer aan. Maar gelukkig staan we goed. Nou, we moeten wel meer aanvallend gaan spelen. Kom op, maak die loopactie. Daar, ja. Zal die weer ingehaald worden? Oh, jongen. Weet je, dan komt Anthony er toch dichtbij. Maar dan klopt de timing totaal niet. Kans verkeken. 55ste minuut inmiddels. Sharawi komt erin voor Karsdorp. Weer een speler die er eigenlijk niet bij had moeten zijn. Maar oké, whatever. Dat is wat het is. Dzeko. Weer een bal over de verdediging. Die deze man bereikt. Ja, die er zagen we, maar we kunnen niet een corner voorkomen. Oh, wauw. Een loosje gaat er. Keen to take it short here. Well, that's how to do it inside your own penalty area. Nee. Oh. Klassen. Oké, nu, Tadic. Kijk, dit is een goede bal. Dit is wat we willen zien. Now the task is to remain focused. Duurt te lang. Draai naar zijn linkerbeen, maar het duurt zo lang allemaal. And the substitution will occur now. Possibilities inside the box. En we missen toch echt een spits hier, hoor. Dzeko. Tadic heeft totaal niet het goal-instinct hier. Gaat elke keer niet voor de bal. Blijft maar achter zijn verdediger hangen. Ja, dan kan je ook niet gevaarlijk worden. Ik denk dat dat onze eerste wissel gaat worden. Dan denk ik dat we Bobby moeten gaan brengen. En dat we iets aanvallender gaan spelen. Toch weer zo'n moeilijke bal uiteindelijk, maar... Oh, jongen, jongens! David Klaassen, kijk, die komt dan wel voor zijn man. Maar die heeft gewoon pech. Wij gaan nu wisselen. Tadic eruit. Jammer, want het is wel een hele goede speler natuurlijk. Brobbey erin. En ik denk dat we Klaassen gaan vervangen voor Kudus. En dan hebben we nog Idrissi. Maar ja, nee. De rest laten we even zo. En daar vindt de eerste wissel plaats. Eerste wissel aan de kant van Ajax. Brobbey erin. En we gaan een tikkie aanvallende spelen. David Neres. In position. Oh. Nicely saved. Hij heeft normaliter een goed schot. Kan hier niet heel erg gevaarlijk worden. Ja, we weten hem nog binnen te houden, maar ja, wat ik zeg, het wordt dan wel heel lastig, hoor. Oh, yes! Oh, lekkere loopactie van Brian Brobbey. En dit is wat ik bedoel. Deze runs zag ik niet bij Tadic. En ik zie ze wel bij Brobbey. De twee invallers doen het. Steekbal van Kudus. En Brobbey in eerste instantie niet. Maar weet hem alsnog in de net te deponeren. 1-1. Belangrijk doelpunt. Gouden wissel. Staat echt nog koud in het veld. Nu concentratie erbij houden. Dit kunnen we absoluut nog winnen. Ai. Kom. Well, Derek, the tactics for both sides are simple. Attack. Dit betekent meestal een goal voor de AI.
wanneer je de bal echt niet meer af kan pakken. On the attack as there to be late excitement. Goeie bal weer. Ik probeerde hem kort over de grond. Koeders kwam daar de 16 in gerend, maar 1-1, het kan nog. Zolang we maar thuis weten te winnen. Dat is ontzettend belangrijk. Nogmaals, we willen die Europa League winnen, jongens. We hebben dan niet het mazzeltje wat Roma had bij de corner. Nou, nog een keer proberen. Erin pompen. We moeten denk ik wel die rest gaan wisselen. Die lijkt redelijk op. Niet te veel instappen, Timber. Nu doordekken. Nu. Ah. Hele goede bal, ja. Oh, Stekelenburg! Komt hij aan? Ja, zeker. Edson Alvarez. En waarom zie ik Bobby in één keer op de flank? Die moet hij dieper steken. Inside the final 2 minutes of this contest. We've had the official word. Okay, dit is balen. This is why we adore this game. Late drama, and now they're in front. Well, it looks like the game is over, but no, there's another chance, and there it is, back of the net. It looks like the winner. Ja, net iets te veel ruimte. Totaal tegen de verhouding in wel. En wederom een doelpunt te maken die er niet in had mogen staan. Mkhitaryan. Ja, oké. Ik heb genoeg gezien. Ik hoef geen replay te zien. Ik krijg veel te veel ruimte. Mag uithalen. En daar ben je gezien. Ja, dan houdt het op. Nog 1 minuut te gaan. Ik ben bang dat dit hem was. Ja, nee, het is afgelopen. Oeh, de deksel op de neus, vlak voor het einde. Ajax tegen AS Roma. 1-2. Ik zeg het met pijn in mijn hart. Ik zie het niet graag natuurlijk. Maar we gaan er ook geen doekjes mee in winnen. Ajax 1-2. En dat zou een rampzalige uitslag zijn. Het zou niet in de lijn de verwachting liggen. En laten we hopen dat het vanavond in ieder geval anders is. Vanavond zal er in ieder geval geen Zeko bij staan die een corner erin kan koppen. Of een Mkhitaryan die hem echt genadeloos binnenschiet. Het voelde bijna als een Tottenham Hotspurtje. Maar laten we het alsjeblieft daar niet over hebben. Voor nu, bedankt voor het kijken. Ik moet er echt snel voor door namelijk. Voor nu bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan even dat duimpje omhoog achter. Laat ook jouw voorspellingen hier achter in de comments. En mocht je meer van dit soort video's willen zien, vergeet dan ook niet te abonneren. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.